beetje racisme, maar ja, dat is zo. Beetje. Maar dat is normaal. Allee, dat is niet normaal, maar ik bedoel, dat is niks nieuw. Als ik naar Molenbeek kom, ik voel me thuis. Echt thuis? Ja, echt thuis. Winkeltjes daar. Gezellig. Afrikaanse buurt daar, Marokkaanse buurt daar. Hè. Ik denk heel dichtbij hier in het Kapellen is er een asielzoekerscentrum, maar ik zelf persoonlijk heb daar niet echt veel last van. Daarnaast denk ik dat in Kapellen alles vrij goed geregeld is. Het is een heel rustig dorp, een vriendelijk dorp. Turnhout is gewoon nog zo wit. Ik vind het eigenlijk spijtig, want zo kom je niet in aanraking met andere culturen en zo. Make it, ring girl, make it. Ik wou een foto trekken van een gebouw. Maar er staat een gast aan de overkant en waarschijnlijk dacht hij dat ik een foto van hem aan het trekken was. En voordat ik het wist, was hij overgestoken, heeft hij mij gewoon high-kick tegen mijn kaak gegeven. De camera bijna uit de hand gevallen, nog kunnen pakken en toen is hij weggegaan en dan riep hij nog zo dingen van ga terug naar uw land of ik weet niet meer. Het was iets in die aard. En toen was ik ook echt gechoqueerd. Even gewoon, hè? Echt gewoon dik. Ja, blijft weg van ons land en zo die opmerkingen, die ja, wel zo alle dagen vaak wordt gezegd. Ja, maar hoe lang is dat al bezig? Ik vind dat zelfs grappig. Allee, ik weet zo niet meer hoe ik moet reageren daarop. Ik weet dat niet. Want sommigen zeggen ook, je moet negeren. Anderen zeggen, je moet erop ingaan. Maar soms een beetje, we zijn moe. We zijn moe, denk ik. Dat is echt gewoon van, ja, oké. Okay. Je hebt gezegd wat je wou zeggen. Ben je blij? Oké. Okay. Het raakt ons niet meer, snap je? Dat is echt zo, één oor één het andere weer uit. Maar ja, als mensen van hogere functies dat gaan beginnen doen, ja, dan... Dan is dat wel, dat is anders, snap je? Ik ben dat gewoon geworden. En ik, zoals ik de rest ook had gezegd, dat is een bepaalde groep mensen die dat iedere keer zegt. Een beetje kansarm, die armen, niet allemaal natuurlijk, hè. Zeker niet. Een beetje die zelf problemen hebben gehad vroeger, die zelf van leefloon leven en zo. En die denken dat we dan hun werk en hun geld afpakken en die zelf ook niet aan hun werk geraken. En ja, die dan denken dat wij hun werk pakken, terwijl ze misschien zichzelf een keer een vraag moeten stellen of waarom dan ze niet aangenomen worden en in plaats van onze schuld te geven, maar ja. Wat mij meer stoort is dat wij hier heel racistische ideeën gaan verspreiden, gelijk dat normaal is. Gelijk dat dat normaal is. Ja, zij komen hier in ons land, oké, wel is ons land. Dat is al een grote vraag. Ik durf te wedden dat het grootste deel van België, van de bevolking in België, niet eens 100% Belg is. Ik ben ook niet 100% Belg. Ik ben Italiaan en ik ben liever met allochtonen, Italianen samen. Snap je me? Ja, ik ga dat niet specifiek op één Belg zetten. Zo. Dat is zo iets vies, op iemand iets plakken. Ik ga niet oordelen. Maar als je racist bent en je haalt de dingen, ja, zonder de Italianen was er geen dingen van de mijne. Snap je me? Dat is toch een mooi verhaal. Ja, dat zijn die mannen zijn land. Hè. Ik begrijp dat. Allee, ik begrijp dat. Dat is een groot woord ervoor, maar... Gelijk Fabio zegt, laat die doen. Hè. Die mag racist zijn. Die mag dat. Wow. Die mag dat. Voor mij maakt dat niet uit. Hè. Maar waarom? Waarom is hij een racist? Waarom? Wat is de reden? Zonder Turk had je geen kebab zijn. Heeft iemand u iets aangedaan die van andere nationaliteit was? Allee, dan moet toch een reden hebben. Hè. Als dat geen reden heeft, dan is dat wel erg. Dan heeft die persoon wel een ziekte of zo. In Brussel merk ik dat iets harder dan in Antwerpen, maar in Antwerpen is dat probleem ook. De mannen die fluiten en zo naar de meisjes of zo, hier gebeurt dat echt vaker. En daar word ik echt agressief van. Twee Turks of Marokkaans, sorry, ik ken echt het verschil niet. Van die gasten en die zaten daar gewoon opeens te kijken naar ons, steeds dingen te roepen. En uiteindelijk kwam er een zo aan mijn been. En ja,
Toen was het wel een beetje van, ja, dat moet ik echt niet weten. Ik heb een stam teruggegeven, maar ik heb er ook al meegemaakt dat ze er foto's zaten te trekken. Dat ik zoiets had van, hé, ça va een beetje. En dat ze ons achtervolgden en doen. En ik zoiets van, ja. Ik zou ook gewoon het heel tof vinden dat ze mij niet meer lastig zouden vallen op straat. Ik weet niet, de laatste tijd ben ik zelfs begonnen om gewoon terug te roepen als ze dat doen. Omdat ik dat gewoon zo onrespectvol vind. We zijn daar beter een keer iedereen die dat doet, een keer zeggen van, hé, ça va, zo. Oppakken of zo, ja, ik weet niet. Like dat, gewoon like een kuising, zeg maar, van de slechte weg, zodanig dat, dat we niet bang moeten zijn van die mensen. Want eigenlijk zijn er wel goede mensen bij, maar om een duur weet je niet meer wie dat de goede mensen zijn. Als mannen al gewoon collectief zouden kunnen erkennen dat er heel veel van die mannen zijn die vrouwen onrespectvol behandelen, dan zou ik me al heel wat minder kwaad voelen. Overal heb je rotte appels. Begrijp je? Niet elke boom heeft mooie appels. Elke boom heeft rotte appels. Er zijn er een paar. Oké, dat begrijp ik. Maar... Ik ga niet zeggen dat al die mensen die hier toekomen zo... perfecte, goede wezens zijn die allemaal hoge studies hebben. Allee, dat is ook gewoon dat zijn ook gewoon mensen die goede dingen en slechte dingen hebben. En het is gewoon... Het zijn gewoon mensen. Ja, het is gewoon, die zijn echt gewoon zoals ons. Je woont wel zo hoog, hè. En dus dan denk ik dat je wel alles aankunt. Maar op hetzelfde moment, jouw buren slapen nog buiten midden in de nacht. En wanneer het dondert, moeten ze rennen. En dat vind ik een heel spijtig geval. Met het verhaal van, oké, wat moeten we dan met hun doen? Maar aan de andere kant moeten we op een bepaalde manier wel de humane erin behouden. Het feit van, ze zijn er en we moeten dan zien dat ze gewoon niet in het park slapen en wanneer het donder dat ze moeten rennen. Over de multiculturaliteit, ik ben daar niet echt op tegen. Het is ook niet dat ik daar, ja, ik weet niet, ik denk daar eigenlijk niet veel bij na. Ik zie gewoon elke persoon, welke cultuur of geloof of... wat die persoon ook heeft, zie ik gewoon als een persoon naast mij. Ik ben voor een beetje multiculturaliteit, maar ik vind dat nu al iets te veel is aan het worden. Ik vind dat we onze eigenheid zijn aan het verliezen. Om nu te zeggen, ja, we gaan onze vlag zo verdedigen en we zijn zo... ja, Belg, ik vind niet dat dat nog echt bestaat. Dat is allemaal zo gemixt. Dus dan vind ik dat zo moeilijk, omdat dan... ten opzichte van mensen die naar hier komen, ja, maar je moet echt Belg worden. Maar wat is echt Belg? We zijn sowieso al helemaal gemixt. Je kunt dat niet opleggen, sowieso al niet. Like, blanke personen zien ze eerder als een individu dan als zwarte mensen. Doe één zwarte persoon iets verkeerd, bijvoorbeeld, het zijn alle zwarte mensen. Doe één blanke persoon iets verkeerd, het is die blanke persoon die het verkeerd doet. Er wordt zo vaak, als ze dat hoort op het nieuws, wordt er altijd zo gepraat over een problematiek of een probleem of een crisis. Terwijl dat ik denk dat dat gewoon een volledige nieuwe generatie is, dat wij cadeau krijgen met superveel zin om dingen te doen. Door meer naar elkaar te luisteren en meer elkaar te helpen, zullen we een groot verandering veroorzaken. Er moet gewoon in verschillende klassen van onze maatschappij meer diversiteit vertegenwoordigd zijn. In de CEO, in de raden van bestuur, in de directiecomité's, in onderwijs, qua leerkrachten enzovoort. Dus het moet niet onmiddellijk enkel de media zijn die de slachtoffer is of de dader is van het niet exposen van diversiteit. Nee, we merken dat het in meerdere klassen van onze maatschappij juist is. Dat is makkelijk iets op de grond gooien. Dat is fucked up dat ik dat zeg, maar dat is echt de waarheid. Dus dat gaat echt heel snel. Iedereen is zo van, ja, wat gaat dat veranderen als ik alleen vegetariër word? Of wat gaat dat veranderen als ik alleen stop met dingen te kopen bij de Primark? Het wordt echt wel zo allemaal... Allee, daar heb ik soms wel dat het wel op ons wordt gelegd. Dat zo allemaal is... Jullie zijn een nieuwe generatie en jullie moeten het allemaal oplossen. We are young and we're the fans.